Met de Zuringhof was het heel belangrijk dat we de wijk een nieuwe impuls gaan geven. Dus wij vinden dat stedenbouwkundig eigenlijk heel interessant dat er wat meer variatie in wijken gaat komen die uit die periode van de jaren 60, 70 zijn gebouwd. Dus ze wilden echt een stap verder, een grote stap verder maken. Mensen ook wat onafhankelijker maken voor energie. En dus het nul op de meter principe als uitgangspunt kiezen voor deze renovatie. Bouwkundig zijn de woningen voorzien van een dikke laag isolatie, kunststof ramen en voorzien van een drievoudige beglazing. En er is bijzonder veel aandacht besteed aan het kierdicht bouwen van deze woningen. Installatietechnisch zijn de woningen voorzien van een modulerende warmtepomp en een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning. Op het dak staan voldoende zonnepanelen om het gebouwgebonden verbruik te compenseren, maar ook het eigen verbruik van de bewoners. Hierdoor bereiken wij 0 op de meter. De visie is eigenlijk dat je, naast dat je de techniek intern verandert en de thermische schil verandert, ook laat zien aan de buitenzijde dat er veel is veranderd. Toch door de hardheid van de huidige architectuur wilden we eigenlijk een gebouwtje maken wat softer over gaat komen. Inderdaad aaibaar en wat meer opgaat in zijn omgeving. We hebben redelijk vertrouwen in wat de overheid allemaal voor ons vindt en wat ze goed vinden. Maar je moet ook bepaalde lef durven te tonen. Je moet ook af en toe een keer je nek uit durven te steken. Iets anders toepassen dan wat door heel Nederland zichtbaar is en gangbaar is. De wereld, zou ik zeggen, voor ons open naar de mogelijkheden waarmee je EcoShapes kunt vormgeven. Dus je hebt niet alleen de vorm, maar ook de kleur, de tweeledigheid van kleuren, eigenlijk de drieledigheid. Want er zit nog een voeg in verwerkt. Dus je kunt eigenlijk allerlei mogelijkheden pakken. En we hebben daar een aantal referenties voor gebruikt. Onder andere dat je gaat kijken naar de natuur. Dus we hebben Zuring als uitgangspunt gekozen voor het kruid dat dan uitdrukking mag geven aan het patroon. Nou, in dit geval, bij dit project, is het zo dat het voor het eerst 100% met EcoShapes wordt uitgevoerd. De verwerker die hier bezig is, heeft veel ervaring met dit product, maar dan met een mineralen steenstrip. Omdat we te maken hebben met een jas die we om de gevel heen trekken, is het belangrijk dat de gevel de patronen doorlopen als een ronding in de gevel. De ronde hoeken kunnen dus niet gesneden worden, die moeten we verwarmen. We verwarmen door middel van een föhn en kunnen we nog makkelijker gevelvolgend op de ronding aanbrengen. De belangrijkste uitdaging in heel het project is eigenlijk toch iets moois neerzetten voor de bewoners en voor haar omgeving. En dit was een uitgesproken mogelijkheid om een compact gebouw heel mooi neer te gaan zetten. En op het moment dat je de omgeving gaat veranderen, dan verandert ook de maatschappij, de leefbaarheid om zo'n gebouw heen.